We staan in het buitengebied van Veldhoven aan de Sittard, waar de blokhut van Were-di staat, die vandaag hun 60-jarig jubileumsjaar gaan openen. Welkom allemaal bij deze feestelijke dag vandaag. Wij vieren vandaag namelijk dat wij als Scouting Were-di dit jaar 60 jaar bestaan. Woe! En wij hebben daarvoor natuurlijk, zoals jullie weten, dit hele jaar leuke activiteiten. En wij willen het jaar vandaag met jullie openen. Het feestjaar wat wij met onze groep hebben. En daar zijn wij vandaag voor bij elkaar gekomen. We hebben een heel leuk programma voor de hele dag. Maar we willen gewoon eigenlijk even beginnen met wat we iedere dag doen als wij bij Scouting zijn. En dat is met het openen. Dus wij willen vragen of de bevers als eerste naar voren willen komen en willen openen. Wat is het toch leuk om een bever te zijn. Dan wil ik graag vragen of de welpen naar voren willen komen en of zij ook willen openen. De supernamen dingen, iets anders ieder uur. We slingeren aan de jaren, tronseren de rivier. Speuren door de jungle, zijn vriend van mens en dier. Nou, zoals de meeste van jullie wel zullen weten, gaat het openen bij de scouts er iets anders aan toe. En daarvoor geef ik even het woord aan Twan. Ja, kom even allemaal in carré staan hiervoor. Troep sta. We willen 2 scouts naar voren om de vlag te hijsen. Troep sluit. Sluit af. Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld ons heen te ontdekken en deze meer leefbaar te maken. Hij is eerlijk, trouw en houtvol, spaarzaam en sober, zo goed voor de natuur, respecteert zichzelf en anderen. Punt aan. Groep rust. En als laatste laten wij ons graag verrassen door onze explorers, want die hebben elke keer weer een andere opening. Dus wij zijn heel benieuwd hoe ze vandaag deze dag gaan beginnen. Dus kom naar voren. Vierkant, dat is toch niet? Goed, dan is er nu door alle speltakken geopend zoals dat iedere week gaat. Maar, ongeveer. Maar we openen vandaag, zoals we net al zeiden, niet alleen maar gewoon deze dag. Maar we openen ook het jubileumjaar. En daarom willen we zo meteen vragen om 2 man van de leiding of die onze speciale jubileumvlag willen hijsen. Waarna alle speltakken even keurig mogen salueren. En dan openen we daarmee het jubileumjaar. Ja? Ja. Groep sta. Ja, jij mag jullie dingen. Ik doe wel Nederland, hè. Maar dan moet ik en tot in kant. Dan mag iedereen even heel stil worden. Dit af. Troep rust. En bij deze wil ik graag het woord even doorgeven aan onze voorzitter, Paul Ramakers. Goedemorgen allemaal, welkom. Fijn dat jullie er in zo'n grote getale zijn. Aan mij de eer om ook iets te mogen zeggen als voorzitter. Denken jullie dat Were-di over 40 jaar nog bestaat? Ja! Nog een keer, denken jullie dat Were-di over 40 jaar nog bestaat? Ja! Dacht het wel. Dat je als vereniging, en dat geldt eigenlijk voor meer scoutingverenigingen, het zo lang volhoudt en alle trends en alle tijden doorstaat. Dat betekent dat je dus als vereniging en als scouting een aantal kernwaarden hebt die altijd aanspreken. En dat is denk ik wel het goede van scouting. Als je ziet wat je bijdraagt aan de ontwikkeling, het stukje leiderschap wat de jeugd bijgebracht krijgt, teamsport, teamspel, samen dingen doen, samen moeilijke dingen oplossen. Ook hele leuke dingen als kampvuurtjes stoken, bomen klimmen, hutten bouwen. Ja, die zijn eigenlijk tijdloos. Dat blijkt wel. Dus ik vermoed dat over 40 jaar de generatie die dan aan de beurt is hier eigenlijk voor een heel groot gedeelte nog dezelfde dingen doet. Maar misschien wel weer met behulp van nieuwe technieken. Je ziet, wij delen ook geen stenciltjes meer uit, maar we gebruiken Facebook. Dat dachten ze 40, 60 jaar geleden ook niet aan. Terug naar vandaag. Vandaag is de aftrap van een bijzonder jaar. 60 jaar bestaan. We hebben vorig jaar een jubileumcommissie in het leven geroepen. Dus ik wou eigenlijk, het is bijna een beetje applaus voor jezelf, maar ik wou toch een applaus voor de hele club. Want het is fantastisch hoe we dit allemaal voor elkaar blijven krijgen. Applaus! En dan wil ik even een bruggetje maken naar een speciale gast die heel graag vandaag hier zou willen zijn. Dat is burgemeester Jacques Mikkers, burgemeester van Veldhoven. Ik kom altijd heel graag op 60-jarige jubilea. Meestal is dat bij 60-jarige bruiloften. Dan hebben we een man en een vrouw, of twee mannen of twee vrouwen, dat kan tegenwoordig ook. Hè? Die zijn dan 60 jaar samen. En dan mag ik altijd komen en dat is heel fijn. En dan vertellen ze meestal verhalen hoe ze ontstaan zijn en wat er gebeurt de afgelopen 60 jaar. En meestal zeggen ze dan, de tijd is gevlogen. De tijd is gewoon voorbij gegaan voordat we het wisten. Als we aan de voorkant geweten hadden wat het 60 jaar betekent en dachten we, wow, dat is lang. Maar als ze dan eenmaal 60 jaar getrouwd zijn, dan is het voorbij gevlogen. En eigenlijk als ik dan naar de geschiedenis kijk van Were-di, waar jullie hebben gestaan en hoe jullie het allemaal doen, dan zijn die 60 jaar volgens mij ook voorbij gevlogen. Al die activiteiten die jullie samen gedaan hebben, het viel niet altijd mee. Het bouwen van een nieuwe blokhut, dat heb je allemaal met eigen vrijwilligers gedaan toen, om samen jullie eigen blokhut hier te bouwen. En dat is gewoon een compliment waard voor de vereniging. Want eigenlijk zijn jullie, net als dat gezin waar ik naartoe ga als die 60 jaar getrouwd zijn, eigenlijk zijn jullie ook gewoon één grote Were-di familie. En als je er eenmaal lid van bent, kom je er ook nooit meer vanaf. Heb ik begrepen. Of je komt als kleine bever en je groeit uiteindelijk uit tot dit. Tot de explorers of waarschijnlijk tot leiding. Maar soms ook ouders die het belangrijk vinden en die zelf met scouting ervaring hebben opgedaan. Om buiten te spelen, om hutten te bouwen, om in de natuur te zijn. Om met elkaar samen te werken, om elkaar ook wat te gunnen. Om zelfvertrouwen te krijgen, om wat weerbaar te worden. Weerbaar te worden. Ik denk dat het allemaal belangrijke lessen zijn die je de rest van je leven, waar je de rest van je leven profijt van hebt. En het is mooi dat het fundament aan gelegd wordt bij Were-di hier op de zaterdag en bij de kampen, want dat is natuurlijk het mooiste. Jullie hebben elk jaar al een mini-vakantie met de kampen, dat je niet meer thuis hoeft te slapen, maar hier met elkaar of op andere plekken. En dat is volgens mij ook hartstikke spannend. Zijn jullie al een keer op kamp geweest? Ja? Was dat spannend? Nee? En hebben jullie toen geslapen of zijn jullie alleen maar wakker geweest? Geslapen. Toch wel geslapen? Een beetje? 2 uurtjes per nacht ongeveer. En hoe lang hebben jullie geslapen bij het laatste kamp? Niet geslapen. Nee, maar ik denk dat het belangrijk is, dat wil ik eigenlijk zeggen, een belangrijk fundament voor de rest van je leven. Want je kunt al heel veel leren op school, je kunt heel veel kennis opdoen. Maar wat jullie hier leren bij de scouting zijn eigenlijk levenslessen voor de hele toekomst. Het feit dat jullie hier met z'n allen, de familie van Were-di die hier vandaag staan, bij het 60-jarig jubileum, dat is hartstikke mooi, daar wil ik jullie allemaal mee feliciteren. En jullie zijn begonnen met een liedje. Willen jullie mij meekomen helpen met nog een ander liedje dan? Ja? Kom maar hier staan. Want wat ga je dan zingen als je een feest hebt? Zullen we met z'n allen dan Langs Alles Leven gaan zingen? Ja. Ja? Doen jullie allemaal mee? Ja. Jullie ook? Ja. Oh, goed. Dan gaan we nu beginnen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. in de gloria, hyper de piep, hyper de piep, hyper de piep. En wat hoort er bij een feest naast liedjes? Waar is de taart? Wow. In de kleuren van Were-di en Gijs en Jan-Willem. Gijs en Jan-Willem gaan aan zijn en Aniek heeft hem gekocht. Aniek? Aniek. Wie is Aniek? Aniek heeft hem gemaakt. Applaus voor Aniek. En jullie mogen straks allemaal zeggen hoe lekker die was tegen Aniek. En Gijs, wie is Gijs? Gijs? Gijs is het jongste lid. En Jan-Willem, maar daar zie je niks van, is het oudste lid. En Jan-Willem is al 32 jaar lid van Were-di. En ik denk dat hij een speciaal applaus is, want ik denk dat hij de backbone van de Scouting Were-di is. Dus ook nog een extra applaus voor Jan-Willem. Oh, als ik nou zo doe, dan moeten wij nu de taart aan gaan snijden. Of hun zij snijden de taart aan. Allemaal gefeliciteerd, hè? Paul. Doe maar staan. Ja. Dan gaan wij hier, vanuit hier gaan we hem snijden, hè? Tot het eerste stukje, tot de eerste trap. Doe maar, snijden. Snijden, snijden, zo. En dan gaan we er een puntje aan maken, hè? Dan doen we dat zo. Dan gaan we hier een puntje aan doen, hè? Snijden. Dan gaan we. Zo. Dan gaan we afhalen. Nou jongens, daar gaat hij, hè? Op naar de handen. Nou, namens het bestuur en de feestcommissie dat we uitnodigen voor een stukje taart. En heel erg bedankt dat je hier vanochtend bij hebt willen zijn. Dat is mooie woorden. De scouts houden van de uitdaging, jij ook. Jij houdt ook van wijn. Dat hebben we gecombineerd in een puzzel. Oké, shit. Als je dit opgelost krijgt, dan kun je hem opdrinken. Er is een hulplijn, maar volgens mij ga jij die niet gebruiken. Nee, die ga ik niet gebruiken. Dames en heren, mag ik even een applaus voor Jacques Mikkers. Dankjewel. Dat hoeft allemaal. Meneer Ramakers. Zeg maar, Paul. Scouting Were-di bestaat al 60 jaar. Hoe lang bent u al voorzitter? Ik ben nu bijna 10 jaar voorzitter. En dat is eigenlijk een beetje een... Ja, ik ben geen scout van huis uit. Maar mijn beide dochters zijn van jongs af aan al bij de Scouting Were-di. Eén daarvan is nu zelfs leiding nog steeds. Die is 20. En mijn oudste dochter van 23. Die is een paar jaar geleden moeten stoppen vanwege de studie. Maar vanaf hun vierde zijn ze er... bij gegaan en hebben daar zoveel leuke dingen gedaan en geleerd dat ik op een gegeven moment dacht, ik moet iets terug doen. Volgens mij doen jullie het liefst vuurtje stoken. Of zijn er ook nog andere dingen die jullie gaan doen vandaag? Ja, daarachter zie ik krat stapelen en daar zijn ook nog een aantal spelletjes, maar vuurstoken is wel een van de leukste dingen. Ja. Het vuur is ergens voor bedoeld, begreep ik. Wat zijn jullie hierachter aan het doen? Ja, we stoken het vuur, zodat we het as van het vuur in onze ovens kunnen stoppen. En in onze ovens liggen op dit moment koekjes die we daar kunnen opeten. Nou, hartstikke lekker. Bedankt jongens. Jo, graag gedaan. Graag gedaan. Wat zijn de plannen verder voor vandaag? Wat voor dingen gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we zijn vanmorgen begonnen met een opening in de scoutingtraditie. En dat is een klein beetje een formeel iets. Dat doen we elke draaidag. Als de kinderen hier zijn, dan elke speltak doet zijn opening. En daarna zijn alle kinderen in groepjes verdeeld. Alle speltakken door elkaar. En hebben we een soort van zeskamp. En dat betekent dat ze een tijdje een spel doen of een opdracht doen, gezamenlijk. En we sluiten in november af met een heel groot feest voor leden, oud-leden, oud-leiding en ja, allerlei mensen die betrokken zijn bij de scouting. De scouting staat niet op zichzelf. U bent aangesloten bij een landelijke organisatie. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, scouting is eigenlijk een wereldwijde organisatie met in elk land ook weer een eigen organisatie. Dus overkoepelend is Scouting Nederland. En dat is een organisatie die bestaat uit semi-professionals. Mensen die het wel naast hun werk doen, maar wel op een hele professionele manier Scouting Nederland organiseren. En als je als scoutingvereniging ook officieel en erkend wil zijn, dan moet je ook aangesloten zijn bij Scouting Nederland. De burgemeester was straks hier. En wij nemen dus aan dat het ook leeft in de gemeente, in Veldhoven. Heeft u voldoende aanwas van leden? Ja, wij zijn eigenlijk, en dat is een beetje een landelijke trend ook op dit moment. Scouting was jarenlang eigenlijk helemaal niet zo cool. En dat er zelfs kinderen op school ja, eigenlijk liever niet vertelden dat ze bij scouting waren, want dat was niet hip. En dat zie je helemaal omgeslagen nu. En we hebben 4 florerende scoutingverenigingen in Veldhoven, waar wij er 1 van zijn. We hebben ook al jarenlang of stabiel of licht groeiend ledenaantal. Dus dat doen we verder goed. En we zijn ook financieel gezond. Dus het leeft wel in Veldhoven. En ik denk als je kijkt naar de toekomst, dat we ons in die zin mogen verheugen over weer een hoop nieuwe jonge leden. We hebben ook een activiteit die ontwikkeld is landelijk. En dit heet Sjors Sportief. En bij Sjors Sportief... Dit is wel heel leuk. Ja, dit is scouting. Nou, u hebt ons heel veel verteld over de scouting. Wij danken u voor dit interview. Graag gedaan, leuk dat jullie erbij waren. Tot de volgende keer. Zijn voeten, voorbij zijn voeten. Het is goed, het is nog een aanloop. Jezus, het is goed. Oh, de voet moet maar gemaakt worden, Tim. Jongens, jongens, jongens. Als je eens een kleine letter B doet, is het misschien handiger. Ja, dat kan ook. Een kleine letter B. Een lange stok en een klein rondje. Ja, lange stok. Lange stok. Stijn, ga ook even bij die stok. Ja, oké. Okay. 3. Oké, mensen. 3, 2, 1. We hebben hem. Ja. Het vast! Oh ja. Ja, en nou eruit. Ja, dat lukt niet! Dan denk ik dat we mee een optie hebben. Ja, dan moet je het omgooien. Ja, doe dat maar. Wow. Los het maar op. Ja. Wee! Ah, moet dat echt doen? 60 jaar scouting. Wat vind je van het feest tot nu? Nou, het is heel leuk, want je bent met heel veel mensen en met je vrienden en je familie komt kijken en dan ben je gewoon blij en dan vind je het ook gewoon leuk. Welk spel vind je tot nu toe het leukst? Koekjes bakken, want dan kan je gewoon samen ook wat doen en dan, ja, dan heb je gewoon gezellig. Nou, ik wens jou verder een hele fijne dag. Dankjewel. En meisjes, bij welke groep horen jullie? Bij de welpen. Dat zie je aan de groene blouse. Wat vind je ervan vandaag? Leuk. Hey! Nou, niet zo. Ja, ik ben... Jij mag eerst. Okay. Zij wil eerst. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Amber. Kun je iets vertellen over de scouting? Vind je het leuk om een bever te zijn? Heel leuk. En wat heb je allemaal gedaan vandaag en wat ga je nog doen? Ik weet niet wat ik nog ga doen, maar ik heb wel met een lepelslag allemaal foto's gegooid. Nou, hartstikke leuk, dank je. En hoe is jouw naam? Sam. En wat vond jij het leukste tot nu? Om de ballonnen te trappen. En hebben jullie ook lekker taart gegeten? Ja. En cakejes. Leuke dag nog vandaag. Veel plezier. Dankjewel allebei. Hey. Neem je ook een beetje van mij? Nee, dat is baasvlee, hè? En jongens, smaakt het? Ja! Ja!